En dan staan we hier in het Jan Andersson Museum. En we kijken hier naar het maken van boter. En kaas. En kaas. Een hele leuke prent op hout. He? Ja. En dit zijn alle... Dit noemen ze het gedeelte van de boerderij, de Boenhoek. Omdat was een put met een pomp die twee functies had. Ten eerste om de melk te koelen. Want dat water kwam van 30 meter uit de grond. Dat was koel. Zo dan. En dit zijn allemaal kastjes die gebruikt werden om dingen te bewaren. Een muizenval, kazen. En de oude melk... Hoe noem je dat? Melk... Boterpotten. Boterpotten. Dat is een melkkan? Ja, melkkan. Melkkan. En dan gaat boven altijd room op die. Dus dan komen ze iedere keer dat dan die room door de melk heen gaat. Hè? Mm. De oude reclame. Ja. Turkenburgs koninklijke zaadhandel. Ja, dat zat natuurlijk een moestuin. En daar ging dat allemaal om. Kijk eens. Dat is de kruidenierswinkel. Levensecht. Hey, kijk eens wie we daar hebben. Flipje. Flipje. Van de Betuwe. Van Tiel. Flipje van Tiel. Oh, leuk. Melkmeisje. Ja, en daarachter hangt de plank waar alle schulden op werden geschreven. Dus als iemand boodschappen kon doen, werd even hier, deze? Op de plank ingeschreven. Waar ziet u dat? Dat ding tussen die twee kasten hangt een ik zie plank in. Ja. Dag meneer. Alles goed? En lekkere snoepjes, kijk eens. Ja, zeg een snoeptafel. Boterbabbelaars. Leuk, dit is ook heel mooi, die reclame. Ja, allemaal in mooie borden. Dat is heel mooi voor de collector ook. Lodaline. Ja, dat was het eerst alvast middel na de oorlog. Hè? Moeder wacht erop. Nou, dat hebben we nou nog steeds, hè, deze. Ja. Brasso. En dat onderste, dat is een rondbordje om de hond aan vast te doen. Die mocht niet mee in de winkel. En dan kon je hem aan die haak kon je hem opbellen. Schitterend. Mooi hoor, hé. Een oude kar. Ja, de melkwagen. Hè? De melkwagen. Hé, maar dit is ook ontzettend mooi. Ja, weet je maar dat ik heb de avondgarde. Ja. En dit is niet de schoenhersteller, wat we tegenwoordig nog wel hebben, maar dit is echt een schoenmaker die van 17 verschillende stukjes leer een paar schoenen maakt. En hier zie je de schoenen. En als je je omdraait, dan zie je die man aan het werk op die foto. Ja, daar is het. En dan zie je dat hij in een schort voor schoenen zit te maken. En dan boven je hoofd hangen allemaal leesten. Op zo'n houten leest werd een schoen gemaakt. Hè? Want je kon natuurlijk niet iedere hele dag met je blote voeten daar staan. En dat is een ding voor een hond. Oh ja. Oh, ik stond op een schoen. Dat is een naaimachine om de schoenschacht aan de zool te naaien. Dan gaat het bovendeel op de twee zolen. Er zit een binnenzool en een buitenzool aan. En die worden dan aan elkaar genaaid. Mooi zeg. Een heel oud klaslokaal. Ja. Aapnoodmies. Inkten zie ik daar staan. Inkten, inktflessen. Ja, inktflessen. En deze, mag ik daarheen? Ja, ja. Hitler, of niet? Nee. Nee, het zijn de Duitse generaals op 7 mei die de vredesovereenkomst tekenen. De capitulatie te Wageningen. Het Duitse leger geeft zich over. Mei 1945.
laatste gevecht aan de Grebbelinie. Huzaren en marechaussées verdedigen het viaduct de Rijnen, mei 1940. Reken, nou, uilenbotjes. Ja, heel goed. Wat is dat voor klein schilderijtje? Is dat van de koning? Nee, dat is niet van de koningin. Dat is leuk. Er staat daar misschien wel een aardig schilderij. Ja. Een hele schoolklas. Oh, zeker, zeker. Leuke print. Ja. Is daar geen naam bij? Wel. Hier dan misschien? Ja, ja. Door... Ik kan het niet goed lezen. Hurmer. Leuk zeg. Goh. Kijk mijn ogen uit. We hebben hier een slit. Hier slijt men schaatsen in den vorm. Een oude smederij. Diploma's. Er hangt ook iets heel erg moois. Hollandse maatschappij en landbouw. Kijk. En hier weer die oude reclameborden. Dat zijn de tekeningen waarnaar wij het smederijtje hebben ingericht. Oh ja. Dus oude slijpsteen. Hoef Smit met Rijksdiploma. Dit vind ik ontzettend mooi. Glas in lood. Ja, het is de schilderswinkel van Meileveld. Vast nog gekeken, laatst nog gekeken hoe ze dit maakten. Glas in lood. Ja? Dan heb je gewoon een raam, hè? En dan, dit is los, zeg maar. Ja. Dit is een strip. Strip van en dan wordt dat gewoon erop geplakt op het glas zelf en daarna gaan ze het solderen met puntjes aan elkaar vast solderen, dan wordt dat raam geschilderd of het is of het glas was al het glas moet ingebrand. Ja, een heel leuk proces om te zien hoe dat gemaakt wordt. Oude meterkast. Ja, gasmeter. Schildersbedrijf. Krijgen we hiernaast een droogisterij. Met meneer de Gaper. Wat betekent. Nou, Jan Luiken anno 1684. Is dat een reproductie, hè? Kijk. Dit is dan die droogisterij uit ongeveer 1890. Hansaplast. Ja. Nectar essence. Voor limonade, liqueur, pudding, gebak, ijs, borstplaat. Die goede oude tijd, hè? Ja. Dat is niet zo goed. Nou, dit is ook heel mooi. Kijk dan. Goed blik, hè? Ja. Helemaal mooi geschilderd. Bakkers. En ook iets uit Japan. Ja, een theeblik. Oude thermosmeter. Dat zijn... Je ging met je flesje naar de drogist en dan vulde die het in met kamferspiertjes dus of met paraffine of met wasbenzine. Nou, dit is de bakkerij. De bakket. Bakketbakker. Dat is een mooi blik met hier kameel. Ja, van Van Melle. Oh,
koekjes van eigen deeg, neem ik aan. Ja, en het zijn al ruim 40 jaar oud. Die zitten er al zo lang. 40 jaar oude koekjes. Nou, misschien zijn ze nog te eten. Dan hangt er hier ook nog een aardig schilderij. Dit is mijn kantoor. Kijk. Zicht op de Hoflaan. Weet u wie dit geschilderd heeft? Ja, Malerveld. Malerveld. Hij is de laatste man in Vlaardingen terechtgesteld. Dat gebeurde voor het stadhuis op de markt. Er stond een wurgpaal en dan ben je aan die paal ben je gewurgd tot je dood was. Zo. En dan ben je daarna op een platte wagen gereden. En dan reed je door Vlaardingen. Kon iedereen zien dat je geëxecuteerd was en dan ging je naar de galgkade en dan ben je aan de galg gehangen en dan hing je daar net zo lang totdat de laatste overblijfselen naar beneden vielen en konden de voorbijvarende schepen konden zien dat je in Vlaardingen moest oppassen als je wat misdeed, dan ben je zeg maar opgehangen. Ten dood gebracht. Wow, dat is niet mis. Nee, maar dat verdienden ze dan wel hoor. Ja. Het is niet zo dat je voor het kopen van een, voor het stelen van een brood werd geëxecuteerd van deze man. Echt wel iets misdaan. Ja. En dan zijn we nu in de, waar zijn we nu? Oorlogszaal. De oorlogszaal. Alles over de Tweede Wereldoorlog. Jeetje. En daar heeft 2 jaar lang een treintje gereden. Om al die grondstoffen. Oh. Dit is het, de vitrine met alles van de Geuze. En dan is dit het vlag van de Vlaardinga Wandelvereniging. Oh, wat mooi. Meneer Droppert. Het grote beeld. Ja. En weer een kamertje uit de hongerwinter. Geen verwarming meer. De man heeft wat graan op de kop getikt en zit dat in de koffiemolen te malen. Oh god. En dan zie je bonnen en karbietlampen en een noodkacheltje en een suikerbieten en nou ja, alles. Ja zeg. Wat met de hongerwinter te maken heeft. En hier. Een jodenster. Een jood met een oproep om naar het station te gaan. En dan wordt hij opgehaald om naar de... Ja, dan mag hij de trein stappen. Naar Sobibor. Ja, in Auschwitz. Hè? Auschwitz. Hier een oud pistool. Ook weer een vitrine met materiaal van de Geuze. Materiaal van de NSB en de WA. Ook het die ringen. Ja. Moet je gouden ringen inleveren, kun je stalen ringen voor terug. Oh. Huh? Hey. En hier de eerste Vlaardingse gesneuvelde militair op 10 mei in Doesburg. Tja. Speelgoed uit de oorlog. Onderscheiding uit de oorlog. En kinderboeken uit de oorlog. Kijk maar hoog uit, joh. En dan verschillende helmen. Parachutistenhelm SS. En daar allemaal zwaarden. Ja. Sabels. Sabels. Musketten.
Nee, dat is een geweer. Dat zijn allemaal bajonetten. Bajonetten. Duits, Engels, Nederlands, de mariniers. Wauw. Dit zijn alle communicatiemiddelen? Nee, dat is van de Vlaamse verzetsgroep. Ik waak alle apparatuur, dus de radiootje, de stencil. Radio Oranje. Jodenvervolging. En dat zijn allemaal sigaretten uit de oorlog. Deze hebben de Canadezen en de Engelsen meegebracht. Dit zijn, zeg maar, sigaretten van de Duitsers en vanuit de bezettingstijd. Rommelatorie. Jee. Dan heb je hier de huiskamer van een NSB-familie, van een BA-man. Die mocht nog wel zijn radio houden. Mijn kamp. Is dat het originele? Ja. Ja. Mag niet. Dit is een museum, hè? Die mag niet meer verkocht worden, toch? Mijn kamp. Ja? Het was een tijd dat hij niet verkocht mocht worden. Ja, maar hij is tegenwoordig zo betaalbaar. Originele, hè? Ja. Voor volk en vaderland. Mijn kamp in het Nederlands. Hier de kinderwagen waar de illegale bladen werden vervoerd. Een kind erbovenop. Ja, met een valse bodem. En dan heb je hier de luchtdoelbatterij van het Nederlandse leger bij Boer Moerman. Daar is Prins Bernhard op het landgoed naar de luchtdoelbatterij gaan. Ja. Ransom. Dan heb je hier de ontstaan van de Tweede Wereldoorlog tot aan de bevrijding. Dus hier zie je de 30 jaren. Dat is een Duitse uitgave. Ja. En dan heb je hier de mobilisatietijd. Ons land in mobilisatietijd. Wat is dat precies, mobilisatietijd? Dat is de tijd tussen augustus en 10 mei 1940 als de oorlog begon. Ze waren bijna 200.000 Nederlandse soldaten opgeroepen. Zo. Om het land te verdedigen. Dit is de oorlog in de meidagen. De meidagen? Met een Duitse parachutistenhelm en één parachutist is in Vlaardingen terechtgekomen. Dus op de parallelweg gearresteerd. Ja, in gezonken schepen. Ja, in de, daar heb je het Romy-gebouw. Dit is de ingang van de Koning Wilhelminahaven, hebben ze toen die schepen afgezonken. Ja. Nou, de eerste bezettingsmaanden, dus zeg maar het eerste deel van 1940. Hey, een bom. Een bom en granaten. Alle bommen en granaten. Dat zei kapitein Had ook altijd. Hè? Ja. Een kuifje. Het is de Bintehulp, dat is de enige charitatieve organisatie die mocht bestaan in de oorlog. En een charitatieve organisatie nou, is? Die mocht collecteren. Ah, oké. Okay. Een graanmolen. En waar collecteerden ze dan voor? Voor de mensen uit de Winterhulp. Dus oh, ja. Hun eigen mensen die werden dan ondersteund. Okay. Dus de hongerwinter. Ja, officiële bonnenlijst. Ja, en een noodkacheltje wat we niet wilden branden. En, oh ja, goed. Oh, dat is wel jammer. Denk je hier lekker warm te gaan worden en dan werkt dat kacheltje niet. Nee. Dat is een munitieparachute. Daar zaten allemaal stenguns in en andere wapens. Dat is de parachute. Ja. En soms zat er verbindingsmateriaal in. Dan kon je, zeg maar met de Engelsen, kon je verbinding hebben. En dat is een... voedselgamel uit de gaarkeuken. Hé, hey, kijk, is een model van een vliegtuig. Ja. Dat is de voedseldropping. Kijk eens even.
Alle propaganda is dit, hè? Ja, we hebben kleine 300 affiches alleen al van de Tweede Wereldoorlog. Werkers, reik elkaar de hand. Strijd mee voor arbeiderseer en arbeidsvrede. En hier heb je die parachute nog. Ja. Gedeelte. En hier een... De Nederlandse Unie die probeerde in 1940 een klein beetje de mentaliteit op te krikken. Die is in 1941 verboden door de Duitsers. Nederlandse Unie. En heb je hier allemaal zangbundels van het Nationaal Socialisme. Zo zingt de NSB, de WA. Iedere organisatie had zijn eigen zangbundel. Paartjes. Hier Prins Bernhard als militair. Het zijn allemaal soldaatjes uit 39. En dit is? Zweedse margarine. Oh ja. En dit is een duivenparachute. Daar komt een duif uit. Ja, hè? Die vlog van Engeland terug om te zeggen dat het goed gegaan is. Wat goed. Wat een leuk idee ook. Nou, dit is al het zilvergeld wat ingeleverd moest worden. En dat hebben we niet allemaal gedaan. En de mensen hebben van dat zilvergeld armbandjes, lepeltjes, brosjes, allerlei dingetjes gemaakt. Speltjes. Oh. En deze man, die liep met dit speltje in 1941 en die kreeg een boete van 90 gulden omdat hij met dat speltje opliep. Zo dan. En hij verdiende 25 gulden in de week. Zo. Dus hij was wat een heel maand lang was hij kwijt. Ja. Oh. Nou, dit zijn allemaal dingen uit de oorlog. Merchandising. Ja, zeg maar speltjes, brosjes. Toen Margriet geboren werd, toen mocht je geen Margrieten meer. Dan gingen de mensen gekleurde bloemen dragen. Tja. Mooi. Luchtbeschermingsdienst en het kamp van de NSB'ers. Na de oorlog, de vergulde hand. Kamp van de NSB'ers. Ja, dus zo werden de verraders die werden daar. Die zijn allemaal in 1945 opgepakt. Ja. En die hebben tot 1948 daar gezeten. Wat een tijd. Oh, en hier nog een. Na de oorlog reden duizenden Vlaardingen op een in Vlaardingen gemaakte benzofiets. Een benzofiets. Nou, dat zijn allemaal bonnen en stamkaarten en allerlei dingen die je nodig had om je boodschappen te kopen. Want geld alleen bereikte je niks. Je moest overal bonnetjes voor hebben. Ja. En dat zijn allemaal surrogaten. Dat zijn allemaal dingen die dus, net als je nou tegenwoordig worst hebt van meel. Ja. Koffiesurrogaat. En dit is kunsthoning, kunstpoederpoeder, fijn, alles. Magere melkpoeder, theelichten, paneermeel, goudel, bonvrij. Goh, heel bijzonder allemaal. Ja. Ook heel mooi ingericht. Heel netjes. Hier hebben een drietal tentoonstellingen. Eén over de vis als gebruiksvoorwerp. Dus je ziet hier allemaal dingen die te maken hebben met de vissen, maar waar de vis op afgebeeld is of die gebruikt zijn voor de vis. En visschalen, visvormen in de, ja, voor pudding of voor marsepein of voor chocola. Kijk eens. Dat
zijn haringplankjes die gebruikt werden om het, de haring schoon te maken. En dan hebben we hier allemaal tegels met visvrouwen. Of met vissen er zelfs op. Hier Vlaanderen uit 1985. Ja. We hebben hier allemaal tegels met visserschepen erop. En met gratenbakjes die je aan je bord moest maken om je graten op te bergen. Gratenbakjes, dat is het christelijke... Ja, ichtersteken. Vis is oud-Grieks voor vis, een symbool voor christenen. Ja. En dan hebben we hier, als na de oorlog zeg maar de nieuwe haring kwam, dan gingen bepaalde bedrijven, gaven hun relaties, één of twee nieuwe haringen op zo'n schaaltje. Dat zijn dus allemaal haringschaaltjes. Leuk. En dat heeft allemaal met de visserij te maken. Deze twee hondjes. Ja, die kwam uit Lerwick. Lerwick hondjes werden daar gekocht en in de Vladis huiskamers geplaatst. In Lerwick de prostituees voor het raam gebruikt omgedraaid was, was zij bezet. Ja. Jeetje. Sea fishing. En wat hebben we hier allemaal voor moois? Dat zijn allemaal miniatuurwagentjes. Door een meneer gemaakt. En... Ik heb toen moeten beloven dat ik, als ik ze, hij is ze daar aan het maken en dat ik ze altijd zou tentoonstellen. Dat is meneer A.J. van der Pluim, die is al 30 jaar geleden overleden. Maar ik vind het toch zo'n mooi stukje geschiedenis. Absoluut, heel erg mooi. Kapwagentjes, ja. Melkwagens, scharensliepwagens. Schitterend. Lange Jan om boomstammen te vervoeren. En hier hebben we de Andwari. Maar dat is ook een Vlaamse schip. Ligt hij nou nog steeds hier in de haven? Nee, dat is al 30 jaar geleden. Okay. Hij is verkocht, die rederij bestaat hier. We hebben hier allemaal reclame op het gebied van de vis. Ja, die heb ik... Volgens mij heeft het Museum Vlaardingen deze ook. Ja. Die daarnaast niet, want dat is een affiche uit 1688. Met de verschillende vissoorten erop. De baars, de voren en de post. Lekker hoe die vloer kraakt. Ja, dat is een hooizolder. En als je hier gaat stoken, dan draait het. En dan gaan we voor een plaat op het gebied van de haring. Je lekkerste haring. Wat staat er? Lachplaat R. de Wilde, gezongen door Rinus de Wilde. Humorist en imitateur met orkest. Tja. Hey. Slag bij Vlaardingen. In de middeleeuwen. 1018. We hebben allemaal dingen uit 1018, dus allemaal boeken. Ik heb gehoord dat de Vikingen hier ook wel eens kwamen, ja, in Vlaardingen. Ja. Dirk de Derde. Ja. Dirk de Derde, dat was... Daagde de Duitse kuizen uit door bij Vlaardingen een tol te stichten. Wat is dat, een tol? Een tol is een plek waar je geld moet betalen, anders mag je dingen niet. Oh ja, natuurlijk, een tol, een soort grens. Ja. Ja, ja. Dan had je de tolhuisjes. Ja. Ja. Dat is een van de oudste vermeldingen van Vlaardingen. En de Vlaar, dat was vroeger een riviertje. De Vlaarding. Ja, de Vlaarding. Ja. Dat is het oudste Vlaardingse geld.
Zijn die opnieuw gemaakt? Of? Ja, die zijn nieuw gemaakt. Ja. Dit zijn afbeeldingen van de oude. Oh, ja. Okay. Liggen in Zweden. Oké. Okay. En dat is een tijdsbalk vanaf de 10e eeuw tot heden met allerlei soorten aardewerk. Kijk, en het begint gewoon bij zo'n simpel potje. En dan wordt het ietsje moderner steeds. Ja. Je hebt geen licht hier in deze kast. Nee, dat moet gemaakt worden, maar ja. En dit, archeologie. Ja, dat is Vlaardingcultuur. Onder kaak van een varken. Botjes allemaal. Ja, dat is allemaal Vlaardingcultuur. 3000 jaar voor Christus. Bodem van een kookpot. En dit zijn alle opgravingen. Ja, aan de Arie Koplaan. Arie Koplaan. Dat zijn boeken met de handvesten. Dat zijn alle zeg maar, regels die er in Vlaardingen zijn. All the rules of Vlaardingen. Ja, wat een oude jas. Ja, dat is de jas van Rockefeller, de rijkste man ter wereld. Echt waar, joh? Ja. Je kan daar de brief zien waarbij hij schrijft dat hij inderdaad die jas in 1945 aan het Amerikaanse Rode Kruis heeft gegeven. En die is bij een Vlaardingen terechtgekomen. John N. Rockefeller. Goh. Nederlandse katholieke arbeidsbeweging. Voor God van Vlaardingen, en kerk. Op de Hoogstraat. Voor steen en land. En dan gaan we hier verder met de geschiedenis. Dit is Sunlight. Een mooie reclame worden van Sunlight. En achter je is er ook nog een. Supermooi. Ja. Dan gaan we hier verder met die geschiedenis van Vlaardingen vanaf 2018. We hebben hier de trekkade. Zou je misschien ook wel eens post hebben bezorgd? Ja. Dan gaan we verder hier met 18e eeuw, 17e eeuw aardewerk. En dan wordt het steeds moderner, hè? Ja. Leuk, joh. Maar het is ook steeds mooier. Ja, ook steeds mooier. Nou, dat is de nachtwacht. Meneer Ruitenburg, dat is de man die op de nachtwacht staat. Dat is een Vlaardinger, hè? Dat is deze man. Ja. Deze man. En dat is mijn pakhuis in de Willem-Beukelhoekstraat. Waar alle voorwerpen zijn opgeslagen. Misschien nog even de. Dat is Delfts aardewerk, Delfts wit en Delfts blauw. Delfts wit en Delfts blauw. Dat wist ik geen eens dat je ook nog Delfts wit had. Ja, ja, want dat was voor het gebruik. En Delfts blauw is alleen maar voor de sier. Oh ja. Ja. Ja, dat is zonde om natuurlijk een bord wat je iedere dag gebruikt. Een plooischotel. Ja. Dan is dit de tentoonstelling van Levens C. Wat nu Unilever is, hè? Ja. Ja. De Unilever-fabriek in Vlaardingen. Die kan ik me nog wel herinneren, deze. We gaan nu naartoe. Maar foto's van Groei van Vlaardingen. Bouw van de Hoge Dorplaan. Ja, de Hoge Dorplaan. Holy Ziekenhuis. Ja, de bouw van het Holy Ziekenhuis. Is er nou ook nog? Bouw van de oude, hoe heet het? Biliton Flat. Bilitonlaan en de burgemeester Pruissingel. Ja. Dit zijn allemaal producten van Levens C. En dat is van de brandweer. Nee, de brandweer. Kijk nou, joh. Van een eigen brandweer. Ja. Bedrijfsbrandweer Lever. Bordje van een van de schepen. Nog meer.
wc-producten. Ja. We hebben hier allemaal reclamemateriaal levenszeep. Is dat Jane Fonda? Ja, ik weet het. Ja. Ja, dat is Jane Fonda. Die vind ik leuk, die kaartjes. Ja, dat is een kwartet spelen. Waarom is het nou zo donker? Oh, zo. Ik had het op donker gezet. Dory. En nog meer oude foto's. Werf aan de Havenstraat. Buizengat. Ja. Koningin Wilhelmina haven. Zo. Allemaal loggers. Dat is zeg. Al die mensen die er staan. Dat is de Rijnbouw. Daaronder. Vette Noordse Polder. Hoogstraat. Stadcentrum. De bouw van het Liesveldviaduct hier. Ja. Liesveldviaduct. Gebouwd. Dit is een leuke... Ja, dat hoort bij deze steen. Dat is het huis van Ruitenburg. Aan de Hoflaan, dat is dit huis. En daar heeft deze haardsteen in gezeten. Als een marmeren steen die boven de haard zat. Uit het hofgebouw, later tot 1948 in het stadhuis. Goh. ...1870 tot 1945. Ja. Dit is bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina. Wilhelmina. 1924. Putjeschepper. Straatvegers en putjescheppers. Ja. Daar staat onze koningin. Dit zijn de noodwoningen achter de Van Hogendorplaan in de Babberspolder. Daar heb ik nog gewoond. In de Van Benthamstraat vroeger. Ja. Ik ben zelf 47 jaar, hè? Oh, ja, dan heb ik toch al wat mee. In 1972 kom ik. En dit is van de Unilever Research en dit ook. Leuke maquette. Ja, van een kuiperij. En dan maakten ze wijnen? Nee, dan maken ze vaten. Oh, vaten. Vaten. Oh, want ik zie hier portwijnen staan. Ja, daar gingen de flessen in. En dat is de Unilever had een heel goed spaarsysteem. Dan kon je al die dingen kon je sparen op producten. En dan kon je ook een fototoestel sparen. Nee, leuk. Dit ziet er ook heel interessant uit. Wat zijn dit? Dat zijn bioscoopplaatjes. Die werden in de pauze, was het een soort sterreclame. Dan werden de plaatjes gedraaid, een paar seconden. Oh ja. Je zien, koop bij Sunlight. Ja. Klok van de nachtwaker. Ja, die moest iedere keer afprikken. Punchklok. Hoi, kijk eens even. Toren van de Grote Kerk. Ah. Wat leuk. Nou, dan loop maar binnen. Model van de Vlaardingse toren uit de collectie van het Streekmuseum Jan Andersson. Ketelweg Vlaardingen. Ja, dit model bordje wat gemaakt op de toosje heeft gestaan. Horloge maken van de Burg. Dat is de vleeshal. De vleeshal. Naast de Grote Kerk. Dat is de voedseldropping in Terbregge. Dezelfde plek waar binnen dat schilderij hing van Chabot. Ja. Oké. Okay. Ja, dat zijn allemaal dingen die met de visserij te maken hebben.
steekjes in een fles. Ja, dat moet ook een garage in. Ja. Hé, hey, een mooi schilderijtje hier, hè? Ja. Galgkade en omgeving schilderij op schoorsteenschot na 1848. Hier staat nou het Unilevergebouw. En dit staat, dit is de Galgkade. En hier rijdt nou ongeveer de trein. Oké. Hebben we dit nou al gehad? Nee. Nee. Hé, hey, een oude radio. Radio en dit? Tolbord uit 1809. Exact, de minister van de Waterstaat ontvangen en de koning in besluit. Artikel 3. Zo ter onderhoud van Delftstraatweg. Ezelkoe. Rijtuig en dan zie je hier de prijzen die ze moesten betalen. Ja. En dan zie je hier het Emaus en dan zie je hier dat bord hangen. Oh ja. Dit is dit bord. Dat hing bij het Emaus en dit is dan een tol. En als je kwam lopen, ging je hierdoor. En als je met een wagen kwam, dan werd het hek open gedaan. En dan kon je, als je betaald had, ja, voor je passeren. Speculaasplank. Ja, van Bakker Door de Graaf. En dit. Afdeling Bokhuiswerk. Oh. Hier een speedboot. Ja, en die vaart op spiritus. Op spiritus. Met een brandertje. En dan stuurt hij dat voort. Oh, wat leuk. Nou, en dit is dan de laatste zaal. Hé, hey, mijnbouw. Ja, en de lijnbouw. Hadden wij ook mijnbouw in Vlaanderen? Lijndraaien, lijnbouw. Lijnbouw? Ja, dus de lijnbaan. De lijnbaan, ja. Maar nou, die gebouwtjes staan daar even voor een iets onder rails. Oh, bizar. Daarom heet het de lijnbaan. Ja. Dit zijn de 5 verschillende boerderijen uit Holy. Dit is de Vaart. Dit is de Broekpolder en dit is Noorderhuizen, Middelhuizen, Zuiderhuizen, Holyhoekspolder en de Holyboerderij. Dit is het wapen? Het wapen van de familie. Dat is uit de Eerste Wereldoorlog. Wat is dit nou? Dat lijkt wel een Romein. Nou, het is de Nederlandse maag die... Er zijn er 975.000 Belgen zijn er gevlucht in 1914. En dat is... Radiohuis Vlaardingen. Ja, dit is een grammofoon om bij die bevrijdingsfeesten liedjes te draaien. Dit is Goeie Over Wellensluis. Dat is... Uitgave van J.B. Wolters, Groningen, Den Haag. J.B. de Jonge en H. Wagenvoort. Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Schoolplaat. Hier allemaal mappen. Gronden van Vlaardingen vanaf de zeg maar 18e eeuw. Het zijn gewoon allemaal kunstwerkjes. Ja. Mooi getekend hoor. Hè. Ja, heel geschilderd. Heel precies. Ja. Netjes hoor. Hè. Een soort kompas. Hè. Heb je achter alle Nederlandse aardewerkfabrieken. Dus van alle soorten fabrieken hebben we daar materiaal staan. Hey, een Sphinx. Ja. Hé, hey, wat is dit?
gist van een Vlaamse militair, want je moest voor je eigen militaire pakkie betalen. John Brouwer. Oude jenever. Aankomst van Willem I te Scheveningen, 1813. Dat is onze glasverzameling. Dat is allerlei flessen en glaswerk. En dan onder zijn borden uit de Eerste Wereldoorlog. En de prikklok van Wilton Feyenoord. Ja. We hebben die kaartjes. Doet hij het nog? Zou hij het al doen? Denk ik niet. Ik zou het nog kunnen laten maken. Dat is allemaal klaar materiaal van levenszin. Van voor de oorlog en van na de oorlog. Ze deden veel voor de kinderen. Dan gingen de kinderen zeuren om zomaar te zijn. Wolf in de zeven geitjes. Eigen terrein. Planken van eigen bodem. Nou, wat? Kerstmis. 1955. Postzegels. Nou, slaapzegels. Oh. Deed je achter een brief. Achter een brief. Kon je niet openmaken. Levenglazen. Oude lijnbaan om bolletjes zout te winnen. Een bolletje staart te maken. Ja. Dat is ook weer reclame materiaal. Van. Introductie. En, oh ja, hier heb je weer die bioscoop reclame. Ja. Dat vind ik zo leuk. Voorlopig. Dat is allemaal zo precies getekend hebben. Ja. He? Heel mooi. Dat is de grote concurrent van. Dat is. Ata. Procter & Gamble, hè? Dat is Ata. En, ja. En dan zie je hier, Persil, dat is ook van hun. Persil. Zie je een kinderboek, ja. Waarbij en Sunlight Zeep en Persil reclame hadden. En dat ging dan weer via de kinderliteratuur. Dit is een boekje van Sunlight. Ja. Dit zijn allemaal voorlichtingsmateriaal voor de vrouwen. Hoe je moest wassen, hoe de producten waren ontstaan. Kijk, dan hebben ze daar zeepbelletjes achter gedaan. Je kan je niet voorstellen dat je daar voorlichting om mag geven. Dat iedereen weet wat je tegenwoordig in een wasmachine duwt. Maar je doet er verder natuurlijk niks aan. Vraag maken voor de vrouw. Aanbranden, batist, pit, proceslop, burengerucht, droog, doek, drop, griep, griesmelk, inleidtoilet. Nou, dat was het dan. Ja. Heel vriendelijk bedankt voor dit interview. Niks te danken. En ik zou zeggen, kom eens langs bij het Jan Andersson Museum. En waar? Het is op de Ketelweg. Ketelweg. Het Streekmuseum. Ja. En het is iedere zaterdagmiddag van 2 tot 4. En de eerste zondag van de maand. En de toegang is in principe gratis. Hangt alleen een bus. Je nou je bezwaard voelt dat je een heleboel cultuur hebt opgedaan zonder iets te betalen, kan je iets in de bus doen. Juist. Vriendelijk bedankt. Niks te danken. Tot ziens.